Goedenavond, welkom bij Goolse Kringen, het politieke programma van Lokale Omroep Goolen. Aan tafel hebben we vanavond Michiel van der Plas, directeur van Herman Erfgoed, en Dave Ensberg van Stichting Bijzonder Onderwijs. Gerard, Gonnie, goedenavond. Hi. Waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, in ieder geval over de baanswitch van Bijzonderwijs naar Jantje Beton. En natuurlijk beginnen we zo meteen na het nieuws met hoe het met de Maria Boodschap staat. Die we waarschijnlijk een andere naam moeten gaan geven, maar dat gaan we wel horen in het interview. Of we dat nog steeds Maria Boodschap mogen blijven noemen. Nou, dat is een vraag natuurlijk. Ja, precies. Ja. Maar we beginnen altijd met wat was er in het nieuws. En wij beginnen met onze gasten, als die iets hebben. Nieuws van de week, het nieuws niet van de week. Te zijn. Het nieuws van de week. Niet. Maar het mag een beetje in de buurt blijven. Ja, kijk. Nou, in de buurt, ik ben begonnen met een nieuwe baan. Voor mij is dat heel nieuw. Maar daar komen we straks over te spreken. Ja. Ik ben 7 weken geleden vader geworden. En gefeliciteerd. Bedankt. En als ik zie dat mijn dochter heel mooi kan lachen. De afgelopen dagen dat ze echt reageert op lachjes. Dat is voor mij eigenlijk het grootste nieuws wat er is. Maar... Dus nu spijt dat je hier zit eigenlijk? Heel klein beetje wel. Nu ik het zeker wel, nu ik het zo zeg. Dan, ja, maar ze wordt vast nog heel vaak wakker. Dat klopt. Nou, maar vannacht gaat het best goed. Oh, fantastisch. Ja. Leuk. Ja, mijn nieuws van de week zou zijn dat ik hoop dat het college van Goorlen, als het dan over lokaal nieuws gaat, gisteren zou moeten hebben besloten hebben dat ze dus doorgaan met de bestemmingsplanwijziging voor ons plan. Dat zou gisteren in het college besproken worden, dus dat wacht ik af. En mijn persoonlijke nieuws, als ik even mag aansluiten bij mijn medetafelgenoot, is dat het gisteren nieuwe maan was. En dat vind ik altijd een mooi moment om na te denken over nieuwe ontwikkelingen. Dus dat is mijn nieuws van deze week. En is er ook iets uitgekomen dan? Daar ben ik dan natuurlijk wel benieuwd naar. Ja, dat is altijd heel erg spannend. Ik heb altijd wensen en die moeten dan aan het einde van de maand moet je de balans opmaken. In films is toch nieuwe maan altijd dat de wolf naar de hemel huilt. Wat doet hij? Huilt. Ja. En dat ja. dat dan nog heel angstwekkend is, maar voor jou is het verheugend. Ja, ik vind het altijd wel een mooi moment om even bij stil te staan. Het bleek ook een hele bijzondere maan te zijn. Ja. Hè? Ik heb even gekeken, maar er zat hier in ieder geval wel wat sluierbewolking voor. Ja, bij mij zag hem vaag. Ik woon in Arnhem en het was echt heel erg mooi. Ja. Oh, mooi. Ja. Ja. Ja, ik heb wel wat nieuws. De opperballenfutter van 2019 is bekend. Het is de 61-jarige Jacques Zagers. Afgelopen vrijdag werd tijdens het Prinsenbal van Ballenfrutschat die oorkonde uitgereikt door prins Martijn den Urste van Ballenfrutschat. Jacques zet zich al ruim 42 jaar in als vrijwilliger op heel veel terreinen. Hij was 38 jaar actief, 38, bij de eerste judoclub Goorlen. Hij hielp mee bij de Nacht en Naaste Liefde. En hij is vanaf 1975 zeer actief bij carnavalsvereniging De Luxe Benen. Bijvoorbeeld als voorzitter, maar ook als sauwelaar. Ik weet niet of dat onze gast iets zegt. Geen die meneer niet, die misschien wel. Nee, zouden we daar niet Ton praten. Ah, dat kan ik dat wel. Zegt iets meer, denk ik. Dat is eigenlijk wat wij vanavond doen. Maar daarnaast was hij ook nog vele jaren vrijwilliger bij GSBW. Onder andere als trainer en als scheidsrechter. Dus vanuit het officiat. Ja. Dat snap ik. Ja. Ja. Op een ballenfrutte 2019. Jacques Zagers, dat was mijn nieuws. Succes met hem. Wat had jij, Gerard? Nou, ik vond iets grappigs in het nieuws. Omdat ik dacht, hebben wij een Kamerlid? Want er stond vandaag in de krant een Goorlens Kamerlid. Maar hij blijkt in Goorlen te zijn opgegroeid. Ashraf Bouali van D66 is in het nieuws gekomen. Omdat hij op de ambassade in Havana heeft gewerkt. En daar een leidinggevende positie had. En het personeel, of in ieder geval een deel van het personeel, vond zijn stijl van leiden nogal autoritair. En toen dacht ik, daar kunnen we straks over praten met Dave. Want volgens mij is die niet zo van een autoritaire leidingstijl. Als ik mij dat allemaal goed herinner. Ja, dus meer toch participerend en inspraak en overleg en communicatie. Dienend. Ja. En dat leek deze man iets minder te hebben. Maar tegelijkertijd denk ik dan, wat heeft dat nu eigenlijk te maken met je Kamerlidmaatschap? Ben je nu een goed Kamerlid of niet? Omdat je een beetje een autoritair typetje bent. Ik denk dat dat wel meevalt. En wat mij opviel, maar ik heb dat volgens mij al eerder gezien, is het fietspad van Riel naar Gilze.
Ja, daar hebben we het inderdaad al over gehad. Ja. Daar heb ik regelmatig over gefietst. En dan zie ik de cijfers weer. En dan denk ik, dat is toch wel een heel duur fietspad hoor. Voor een heel bescheiden aantal fietsers dat daar komt. Jij denkt dat er niet zoveel mensen over of fietsers over. Nou, dat zeggen ze zelf. 12.000 per jaar. Ja, dat klinkt dan veel. Maar dat zijn er dus 30 op een dag. En een dag is toch vrij lang. En dan dacht ik, wij zijn nu al 40 jaar ongeveer bezig sinds ik daar woon, dat de fietsverbinding vanuit het centrum naar bijvoorbeeld de helft verbeterd moet worden. En dat lukt maar niet, want dat is te duur. Zou dit nu de eerste keuze moeten zijn? Ja, maar er wordt toch ook al jaren erg hard op aangedrongen, hè? Vanuit Riel. Nee, ik snap het. En ik ben voor fietsverbindingen. In het kader van een fietssternet, een fietsplan. Provinciale verbindingen, dat ik van hier overal in de provincie met de fiets kan komen op een redelijk veilige manier. En dan zie ik nog wel een aantal andere knelpunten. Dus ja, het is niet zozeer van mijn gezeur van had dat er nou wel of niet moeten komen. Nee, hadden die andere dingen nou niet eindelijk ook eens aangepakt? Nou, ga je die gewoon ook eventjes promoten? Precies, maar daar ben ik nu ook mee begonnen. Dus je moet de eerste stap zetten. Ja, snap ik. Maar wie weet, hè? Straks rijdt iedereen op een elektrische fiets en dan wordt het hartstikke druk op dat fietspad. En dan wordt het levensgevaar. En dan ga ik er met de fiets niet meer op. Goed. Wat wil je zeggen? Je had iets van de carnaval, had ik dat goed begrepen? Ja, op jouw verzoek natuurlijk. Nou ja, vanwege een hoppe ballenfruit, lijkt me dat het minste wat we kunnen doen. Nou, mooi, daar komt ie. Dat was het feestteam met Toetoet, ik kom eraan. En wat komt eraan? De ontwikkeling van een Maria-boodschap. Of het college van BNW nog meer dingen gedaan nog heeft. Nog meer? Naast iets over bestemmingsplannen besluiten. Nou, of over was, fietspaden. Het was niet zo heel veel deze week, maar een paar berichtjes. Toch wat. Wel wat. Ja. Team Mobile Infra BV, zo heet ze officieel, krijgt voor haar zendmast aan de Schietberg een opstalrecht voor 15 jaar.
Tot nu toe werd de grond waar de mast staat gehuurd van de gemeente. Maar officieel is daardoor de mast eigendom van de gemeente. En dat kan natuurlijk niet. De huurprijs bedroeg €5930 per jaar. En daar komt nu per gebruiker van de mast €1500 per jaar bij. En dat zijn er drie, KPN, Tele2 en Vodafone. Dus extra meeropbrengst voor de gemeente, €4500. En dan de PvdA en de VVD hebben enige tijd geleden aan het college van BMW vragen gesteld over het bezwaar van de winkeleigenaar van Hovel, weet je nog wel? Tegen de vestiging van Govert van Nuenen op het Kloosterplein. De PvdA vindt bijvoorbeeld dat de bezwaarmakers wel onevenredig veel macht uitoefenen. Het college zegt daarop in haar antwoord dat als het bezwaar er is om een punt te maken van die leegstand op de Hovel, dan vindt ze dit niet de juiste weg. Die leegstand is echt wel een aandachtspunt en komt niet door de hoge huren, maar gewoon door het landelijk probleem vooral veroorzaakt. En dat weten de meeste mensen wel, denk ik, door het online winkelen. Die winkeliers op de Hovel zijn overigens niet tegen die plannen van Govert van Nuenen. Die zien graag ook de ontwikkeling van het Kloosterplein als echt het kloppend hart van het centrum. En dat zal waarschijnlijk de Hovel alleen maar ten goede komen. Op de vraag van de VVD of de eigenaren van de Hovel wel bezwaar aan kunnen tekenen, zegt het college dat iedereen bezwaar kan maken tegen plannen. Maar of dat bezwaar ook ontvankelijk wordt verklaard, dat hangt af van een aantal factoren. Het belangrijkste is, dat weten we denk ik wel, je moet belanghebbende zijn. Maar zelfs dan kan het bezwaar nog op inhoudelijke gronden niet worden overgenomen. Maar ja, hoe lang dat allemaal gaat duren als bezwaarmakers hun plannen doorzetten en we hebben nog geen tegengeluid gehoord, dan daar is nog weinig over te zeggen. De SP in Goorlen heeft inmiddels al meer dan 600 handtekeningen binnen tegen het verdwijnen van buslijn 2 uit de Helle. En dan zijn nog niet eens alle enquêteformulieren opgehaald. In een aantal straten in de Helle en in de wijk Het Ven moet dat nog gebeuren. Het is de bedoeling dat met de actie Bus Terug, want zo heet die, wethouder Poos straks in maart de provincie kan overtuigen dat Arriva lijn 2 weer opnieuw door de spoorbaan en door de Helle moet laten rijden. Tot zover, dus was het niet veel. Maar des te meer tijd voor onze gasten. Zullen we dat dan maar doen? Zeker. Maria Boodschap heet dat bij ons. Ja. Maar misschien gaat dat nu Hermon 4 heten. Of nee, 84. Hoor, nee, of een hele prachtige naam. Nee, ik ben altijd heel erg bescheiden. En ik snap heel erg goed dat, hoewel wij eigenaar zijn van deze kerk, dat die toch echt ook van de mensen uit Goorlen is. En nou ja, we hebben een informatiebijeenkomst gehad voor de omwonenden. Dat zijn onze nieuwe buren eigenlijk. Hè? En ja, er zijn daar mensen getrouwd. Er hebben mensen hun ouders begraven. Dus ik ben heel bescheiden. En we laten dit gebouw echt heel netjes gewoon de Maria Boodschapkerk heten. Maar kunnen we eerst een stapje terug doen? Uiteraard. Jullie zijn er op een gegeven moment ingestapt. Ja. Of plan gemaakt om in te stappen. Had je toen het idee dat het zo lang zou duren? En hoe kijk je nu op dat deel van het traject terug? Want nu lijkt het tot een afronding te gaan komen. Maar daar komen we zo nog meer in detail op terug. Ja. Want hoe lang praten we nu? 4,5 jaar? Wij hebben het gebouw gekocht zo'n beetje op de jaarwisseling 2016-2017. Dat was heel belangrijk omdat op dat moment een subsidie die toegezegd was aan het plan zou vervallen. Dus als het project niet heel snel opgestart zou worden. En wij zijn toen eigenlijk ook direct in januari 2017 zijn we ook echt begonnen met het restaureren van het dak. Nou, als dat niet gebeurd was en als de parochie op dat moment niet zelf had aangevangen met het werk, ja, dan was die subsidie niet was vervallen. Dus het was heel erg belangrijk voor hen dat het project op dat moment verkocht zou worden aan iemand die daar ook daadwerkelijk mee zou gaan beginnen. Dat hebben wij toen gedaan. We wisten toen overigens ook al dat we nog geen vergunning hadden om daar de woningen in te gaan maken die we van plan waren te gaan maken. Maar we hadden het vermoeden dat dat wel redelijk snel zou gaan lukken. En ja, nou betrap je me inderdaad op een moeilijk punt, een gevoelig punt. Dat is wel redelijk snel. Ja, dat is wel wat langer uit. Dat heeft wel wat langer geduurd dan wij hadden durven hopen. Maar ik neem wel aan, als je zo'n plan gaat maken en je koopt zo'n kerk, dat je toch ook wel eerst met de gemeente gaat praten van mogen de woningen in? Ja, dat is natuurlijk gebeurd. Heel uitgebreid zelfs. Dus we hebben zowel met de gemeente als met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Dat is een instantie die zit in Amersfoort. En die gaat eigenlijk over alle rijksmonumenten in heel Nederland. Nou, wij hebben daar heel veel mee te maken. Want ons bedrijf doet alleen maar in de herbestemming van rijksmonumenten. Dus we hebben met beide instanties en met de gemeente en met de Rijksdienst hebben we gesproken over onze plannen. Namelijk
wij willen deze kerk wel kopen, maar wij willen daar dan graag ook woningen in gaan maken. Kan dat? Bent u daarmee akkoord? En we hadden in principe een mondelinge toezegging. En dat is precies ook waar de schoen wringt. Want er was nog geen officiële akkoordverklaring, maar een mondelinge toezegging van beide partijen. Dat ze daarmee wilden instemmen en dat ze daarmee door wilden gaan. Maar wat we niet wisten. Ja, in principe. Maar wat we niet wisten, en dat heeft een enorme vertraging veroorzaakt. Dat is dat naast de kerk liggende parkeerterrein, wat wij niet konden meekopen van de parochie waar we de kerk van hebben gekocht, dat daar ook nieuwe plannen op zouden gaan worden ontwikkeld door de parochie zelf. Hè? Dat zijn plannen waar wij niets mee te maken hadden. U heeft dat ook allemaal kunnen volgen. Het heeft ook in de media heeft het nogal aandacht gehad. De parochie wilde daar 2 woningen bouwen. Daar was de buurt het heel erg mee oneens. Ja. Wij vonden het overigens ook niet echt een geweldig plan. Omdat het bestemmingsplan voor beide locaties tezamen behandeld moest worden, heeft eigenlijk het plan van onze buurman, zal ik maar zeggen, heeft een enorme vertraging veroorzaakt voor ons eigen plan. En dat hebben we nu opgelost. En ja, dat levert wel een enorme opluchting op, want nu kunnen we inderdaad... Ja, de raad is daar toen niet mee akkoord gegaan. Die 2 woningen mochten er niet komen. Ja. En uiteindelijk heeft u van de parochie die grond kunnen kopen? Ja, wij hebben, nadat we het echt wel heel erg lang vonden gaan duren, hebben we gezegd, nou, laat ons nu die grond maar kopen. Daar hebben we echt een behoorlijk bedrag voor betaald. Maar dan konden we daarna ook zeggen, wij gaan met zekerheid nu vaststellen, daar wordt nooit meer gebouwd. Dat willen we ook niet. En we gaan die grond ook bestemmen binnen ons plan. En we gaan daar parkeerplaatsen maken voor de nieuwe bewoners van onze kerk. In feite had u die grond denk ik daar ook wel voor nodig. Want waar zou u anders die parkeerplaatsen hebben moeten... Nou, in de tijd dat de kerk nog gebruikt werd als kerk, 15 jaar geleden, kwamen er echt veel meer dan 19 mensen. Nee, maar ik bedoel, stel dat die huizen er waren gekomen, dan had u toch ergens anders parkeerplaatsen voor uw appartementen. Maar wat ik bedoel, dat is dat als er kerkdiensten zijn, en deze kerk die was ook wel redelijk vol bezet in de tijd dat het nog functioneerde, ja, dan loste dat probleem zich zeg maar ook op in de buurt. Dus ver in de buurt wel. Ja, gewoon in de buurt wordt dat dan gedaan. En er ligt ook een behoorlijk tuinperceel ligt er rond de kerk. Dus wij hadden het idee van, nou, misschien kunnen we, zonder dat het heel erg lelijk wordt, tussen het groen, kunnen we ook wat auto's kwijt. En het gaat eigenlijk maar om een heel beperkt aantal auto's. Dus wij dachten, dat lost zich wel op. Maar... dit is eigenlijk voor iedereen een betere oplossing. Ja. Dat moet ik eerlijk 40 toegeven. 40 parkeerplaatsen, begreep ik? Ja. Voor hoeveel appartementen? 19 appartementen. 19 appartementen. Ja. Ja. Want dat is ongeveer de norm, denk ik. Hè? 2. Het verschilt wel een beetje van gemeente tot gemeente. Ik maak nu ook een plan in het midden van het land in Ede. En daar worden nagenoeg geen parkeerplaatsen bij het project gebouwd. Omdat de bewoners daar samen hebben besloten... En aantal elektrische auto's te kopen. Vroeg ik me trouwens ook af. Komen er ook elektrische laadpalen? Dat moeten we in overleg met de bewoners doen. Maar dat lijkt me eigenlijk wel voor de hand liggend. Nou ja. Ja. We gaan nou erg in op details. Maar dat is een goed punt. En je ziet ook dat heel veel mensen die in dit soort complexen wonen, eigenlijk ook een soort community gaan vormen. Hè? Want ze eigenlijk worden de nieuwe... kopers van onze appartementen worden gezamenlijk de eigenaar van de kerk. Maar ook van de tuin. En ook van de parkeerplaats. Dus het levert een ander soort gevoel op om zo'n gebouw te bezitten met elkaar. En daar samen zorg voor te dragen. Dan wanneer je gewoon onderdeel wordt van een complex, zal ik maar zeggen. Ja. Wat zijn in die plannen die destijds zijn gemaakt? Warmtepompen in gedachten gehouden? Of... nog steeds gas-CV-ketels? Nee, we hebben heel goed nagedacht over allerlei vormen van duurzaamheid. Mm-hmm. Maar ja, ik vind eerlijk gezegd dat het meest in het oog springende duurzame verhaal van dit hele project natuurlijk is dat we een gebouw van 1940 van de slopershamer redden. Dus wij doen echt, vind ik, heel erg veel aan duurzaamheid door dit gebouw gewoon te laten staan en daar een mooie nieuwe functie voor te vinden. Zullen we dan meteen even vragen, Hermon? Zeist. Ja. En daar houdt mijn kennis ongeveer op. Ja. Kun je iets meer vertellen over de achtergrond van jullie bedrijf? Nou, Hermon is een samengesteld woord. Het komt van herontwikkeling monumenten. Er schijnt ook nog een heilige berg in de Sinaï te bestaan die zo heet. Maar dat is een puur toeval. Dus wij worden wel eens gebeld door mensen die een heel ander idee hebben bij ons bedrijf. Maar
Wij hebben het bedrijf, mijn collega Jan de Mooij en ik hebben het bedrijf opgericht. Omdat we beide uit de wereld van de nieuwbouw kwamen. Ik heb bij een aantal hele grote bedrijven heb ik ook directiefuncties gehad. En mijn collega Jan ook. En het viel ons op dat in de monumentenwereld er eigenlijk heel erg veel kansen bleven liggen. Omdat die projecten zo complex zijn. En een karaktereigenschap die wij beide delen is dat we het leuk vinden om met ingewikkelde dingen bezig te zijn. Dus ik mag ook niet klagen dat dit project dat ingewikkeld is. Nee. Want daar ben ik gewoon uiteindelijk zelf naar op zoek gegaan. Het is ook gewoon knutselen en proberen. We doen vanuit ons kantoor in Zeist, wat mooi in het midden van het land ligt, door het hele land aan herbestemmingen en revitalisatie van monumenten. Dat kunnen kastelen, landhuizen. We zijn met gebouwen van defensie, oud industrieel erfgoed, maar ook religieus erfgoed, zoals hier in Goorlen. En dat is wel een heel bijzonder thema, omdat er natuurlijk steeds meer kloosters en kerken leeg komen te staan. Met name overigens in Brabant en Limburg. En onze minister Ingrid van Engelshoven heeft daar ook een heel specifiek idee over. Dat dat toch echt met passende aandacht door alle gemeentes en door alle ontwikkelaars overigens ook beetgepakt moet worden. Dus eigenlijk dat het liefst als buitenkant nog als kerk, als gebouw herkenbaar blijft. Ja, maar dat is wel grappig dat je dat zegt. Want het, voor mij gaat het eigenlijk niet alleen maar om de buitenkant. Als je een klooster zou kunnen herbestemmen tot een soort nieuw klooster. Waar ik echt in geloof dat dat kan. Dat mensen ook naar nieuwe vormen van religiositeit op zoek zijn. En het zou kunnen, financieel. Dan vind ik dat echt helemaal oké. Eigenlijk beter zelfs nog dan er dan maar weer een bejaardenhuis van te maken. Ja, maar, voor als het niet kan. En wij hebben ook bij dit gebouw hebben we echt goed gezocht van, ja, wat kunnen we erin maken? Kunnen we er een huisartsenpraktijk in maken? Kunnen er bedrijven in? Kan het op een andere manier passend bij de oorspronkelijke functie gevuld worden? En als dat allemaal niet lukt en je kan eigenlijk de kosten en de opbrengsten niet met elkaar salderen, ja, dan wordt het heel vaak een woningbouwontwikkeling die ik ook prima vind. Want uiteindelijk redden we daar het gebouw mee. Maar het is niet per definitie zo dat we altijd naar die oplossing zoeken. Als we het toch over de buitenkant hebben, het lijkt mij gewoon, van begin af aan heeft het mij heel erg moeilijk geleken om daar echt appartementen in te maken met behoorlijk wat buitenlicht, zal ik maar zeggen. Licht door. Er zitten heel weinig ramen in. Ja. Moet er veel veranderd worden aan het uiterlijk? Dat valt, vind ik, heel erg mee. Uw collega vroeg net van toen jullie begonnen zijn met het plan, maar er lag eigenlijk al een plan. In 2010 heeft een Tilburgse ontwikkelaar naar dit kerkgebouw gekeken. En die heeft een plan gemaakt met, ik meen iets van 50 appartementen in de kerk. Nou, 50? Ja, dan maak je echt een soort gatenkaas van de gevel. En dat zou ook echt heel erg ontzierend geworden zijn. Omdat de architect van deze kerk, de Bever, die maakte juist hele robuuste, dikke gebouwen, zal ik maar zeggen. Dat is natuurlijk iets heel anders dan wanneer je naar hele lichte, bijvoorbeeld industriële monumenten of oude schoolgebouwen of iets dergelijks kijkt. Maar als je 19 appartementen in deze kerk moet maken, dan betekent het uiteraard wel dat daglichttoetreding moet worden toegevoegd. Dus we hebben een aantal ramen hebben we uitgediept. Die hebben we langer gemaakt dan ze nu zijn. Door het ondergedeelte van het metselwerk weg te nemen. En we hebben ook een aantal nieuwe sparingen in de gevel gemaakt op een manier dat het gebouw niet ontsiert, maar dat het ook tegelijkertijd van binnen goed bruikbaar wordt. Ik begreep dat er ook wel balkons moeten komen. Ja. Dat is een beetje moeilijk uit te leggen, maar het dak heeft een soort knik op het eerste niveau. En daar wordt een inkassing gemaakt, heet dat. Daar komt een balkon en ook in de toren komen op twee plekken balkons. Krijgen alle appartementen een mogelijkheid om naar buiten te gaan? Ja, de appartementen op de begane grond hebben natuurlijk de tuin, waarvan ik net ook zei, dat wordt eigenlijk een soort gezamenlijke tuin met ook een paar stukjes privé. Maar niet met gamma-schuttingen, zal ik maar zeggen. Nee. En de mensen die boven wonen, die hebben een balkon. Okay. Ja. Maar als de appartementen verkocht zijn, dan zijn jullie verdwenen uit het project? Ja, bij dit project wel. Dus we hebben een aantal projecten die we zelf houden. Dan worden het huurwoningen of
huurkantoren. In ieder geval komt er dan een huurfunctie in, dan houden we het zelf. Maar in dit geval hebben we daar ook naar gekeken en was er een hele grote behoefte in Goorlen naar koopappartementen. Ja, dan verkoop je uiteindelijk zo'n gebouw en dan worden de nieuwe eigenaren van de woningen, die worden gezamenlijk eigenaar van het pand. En die moeten dus ook zorg dragen voor het beheer. Ja, ja. Precies. En dan sluiten wij vaak nog wel, als dat gewenst is, sluiten we een onderhoudscontract af. Want we hebben ook een eigen onderhoudsteam. Dus we laten die mensen niet helemaal aan het lot over en verdwijnen dan uit het zicht. Ja. Is er al iets te zeggen over de koopprijzen en wanneer ze in gebruik zouden genomen kunnen worden? Nou, de koopprijzen die worden op dit moment vastgesteld door onze makelaar. Dat is een Goorlandse makelaar die jullie vast wel kennen. Floor Appels, die doet het project voor ons. En die gaat in maart, april gaat ze met de verkoopdocumentatie naar buiten. En ze zijn nu echt heel goed aan het nadenken, omdat er nog een klein beetje wat in de plattegronden geschoven wordt, wat de exacte prijzen zijn. Dus daar durf ik niet op vooruit te lopen. Maar in welke orde ongeveer? Daar durf ik echt op dit moment nog niet op vooruit te lopen. Hebt u vast wel een idee van, toch? Ja, maar dat hebben we heel duidelijk afgesproken. Dus dat wil ik nog even niet zeggen. De belangstelling was overigens al heel groot. Hè? Verschillende mensen hebben 1000 euro betaald. Ja, heb ik begrepen. Dat klopt. Voor een optie op een eerste koop. Maar dat was al een hele tijd geleden. Ja, en die hoe hebben is ook dat nu gegaan? Al bij allemaal. Ja, behalve bij, ik geloof, 1 echtpaar die hebben gezegd. Ja, maar wij willen zo graag blijven zitten. Het duurde gewoon te lang. Dus wij hebben op enig moment hebben we de mensen die een optie bij ons hebben genomen, hebben keurig een brief gestuurd. Wij kunnen ons voorstellen dat u het niet ziet zitten, dat het zo lang duurt. We sturen u nu het geld terug. En op het moment dat we opnieuw zeker weten dat het project een aanvang gaat krijgen, dan bent u de eerste in de rij om opnieuw mee in te schrijven naar een woning. Maar die opties die hebben we gestopt. Nu is het wie het eerst komt, het eerst meldt. Nou ja, met die verstande dat we die mensen waar ik het zo net over had, dat we die wel netjes even als eerste melden. Worden potentiële kopers ook betrokken bij de invulling van de afzonderlijke appartementen? Of is het klaar opgeleverd? Nee, want het worden koopappartementen. Ja. Dus wij hebben een principeindeling gemaakt. Daar zijn overigens bewoners van Goorlen ook bij betrokken geweest. Want we hebben een aantal schetssessies. Overigens ook in het pand waar we nu zitten, Jan van Bezouw, hebben we een aantal schetssessies gehouden. Om een beetje gevoel te krijgen van wat willen mensen hier. En die indeling, dat is eigenlijk onze basisplattegrond. Dus als u een huis bij ons koopt, dan koopt u een huis met een basisplattegrond. Maar stel dat u dan zegt, ja, ik wil eigenlijk toch liever, in plaats van 2 hele grote slaapkamers, wil ik een kleine studeerkamer en een hele grote masterbed. Behalve als het, zeg maar, bouwkundig niet kan, dan is zo'n aanpassing natuurlijk altijd door te voeren. En dan moeten we kijken hoe we dat organiseren. Nog maar iets dat te zijn dan individuele afspraken. Over de grootte, de vloeroppervlakte van de appartementen? Dat weet ik niet precies uit mijn hoofd. Want er zit wel verschil in, begrepen. De kerk heeft natuurlijk een wat grilliger vorm dan een recht toe recht aan huizenblokje. Dus er zitten wat grotere en wat kleinere appartementen. Bij dit soort projecten heb je altijd wat wij noemen knipverliezen in de plattegrond. Dus er zitten gekke hoekjes in, wat ook wel weer heel spannend is. En zoals ik al zei, we zijn dat op dit moment nog helemaal definitief aan het maken. En we kunnen dan in april, maart kunnen we de verkoop in. Rest nog de vraag, de pastorie. Hebben jullie daar nog interesse voor? Nou, denken jullie dat daar nog iets mee gaat gebeuren waar jullie bij betrokken zijn? Ik hoop het. We hebben net als dat parkeerterrein waar we nu uiteindelijk toch eigenaar van zijn geworden, hebben we altijd ook naar de parochie aangegeven dat wij de pastorie wel wilden hebben. Kopen uiteraard. Omdat het fijn is als je toch aan het bouwen bent, dat je uiteraard zo'n aanpalend gebouw erbij neemt. Maar wij konden er met de prijs niet uitkomen. De parochie had het idee dat die pastorie toch heel erg courant was en een hele hoge prijs moest opbrengen. En dat konden wij niet rondkrijgen. Dus we hebben dat niet gedaan. Maar als het op enig moment in een heronderhandeling zou komen, dan ben ik daar zeker in geïnteresseerd. En zou dat dan betekenen dat het weer interne verbinding krijgt, kerkpastorie, zoals die vroeger was, toen het nog een kerkfunctie had, maar nu zijn er 2 gescheiden dingen, dat je dat ook dan helemaal als een gescheiden pand zou gaan ontwikkelen? Ja, of zijn jullie nog niet zo ver? Nee, maar dat eerlijk gezegd lijkt me dat niet. Kijk, u moet zich voorstellen, die kerk die wordt verkaveld naar woningen en het is niet zo dat je van de ene woning
in de buurwoning kunt gaan lopen. Hè? Dus op het moment dat die pastorie ontwikkeld zou worden, dan zouden daar misschien 2 huizen in komen of zoiets dergelijks. Ligt een beetje aan hoe groot je ze wil hebben. Ja, en die zijn dan natuurlijk wel afgescheiden van de woningen die wij bijvoorbeeld in de sacristie maken. Dus daar zit nu een deur en die is afgesloten. En ik denk ook dat bij een eventueel plan dat gewoon een afgesloten gedeelte blijft. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het visueel en aan de buitenkant natuurlijk als een eenheid oogt. En nu hebben wij het gebouw prachtig opgeknapt, althans het dak en de gevel. En de parochie heeft dat niet gedaan. Dus je ziet nu al een heel groot kwaliteitsverschil tussen ons gebouw en het gebouw wat eraan vastgebouwd is. Dat is jammer. Begrijp ik. Nou, hopen dus dat het college van BW positief besloten heeft. Ja. Dan kunnen jullie dus aan de slag. Ja, nou, we hebben er heel veel zin in. Ik heb het vermoeden dat we misschien wel het mooiste project van Goorlen gaan maken. Zo. Met prachtige, prachtige woningen. Er gebeurt hier van alles, hoor. Ja, maar je zal zo'n prachtig kerkraam midden in je huiskamer hebben. Dat is toch heel bijzonder. Blijft het glas en loten trouwens in, vroeg Ik denk waar het kan wel, maar we moeten natuurlijk ook mensen de gelegenheid geven om voldoende daglicht te krijgen. En het schijnt ook dat een aantal van de glas- en loodramen niet origineel zijn. Dus dat is iets waar we naar moeten kijken. En dat gaan we ook allemaal keurig met welstand. En met de mensen van de gemeente gaan we dat onderzoeken. Maar er blijft nog wel wat te zien, begrijp ik. Dat denk ik wel, ja. Ja. Nou, ja. Heel veel succes. Ja. Dank je wel. Ja. Ja. En dan gooien we er nog een muziekje in. Doen we. Komt-ie. Zo, dat waren de Beatles met de Hard Day's Night. Dave, daar gaan we mee verder. Ja, Dave Ensberg. Die vertrekt als bestuursvoorzitter, terwijl we nog niet zo lang geleden hem als bestuursvoorzitter van bijzonder wijze hebben gehad. Dus dat verraste mij eerlijk gezegd enigszins. We willen graag over 2 verschillende dingen. Je gaat naar Jantje Beton. Dus daar willen we het straks even over hebben. Van wat moeten we ons daar nu bij voorstellen? Maar ik zag vandaag in de krant dat de vroegere kinderombudsman een rapport heeft uitgebracht over passend onderwijs, met name voor in de sfeer van het speciaal onderwijs. En dat dat toch nog een hele moeilijke klus is. Terwijl ik ook begrijp dat in de onderwijsinstellingen waar jij verantwoordelijk voor was, eigenlijk nog steeds de groei doorgaat van het aantal kinderen dan een plekje zoekt. Terwijl het toch het idee was dat die in het reguliere basisonderwijs zouden kunnen terugstromen.
Kun je daar als eerste op ingaan hoe die ontwikkeling is geweest en met de afgelopen 3-4 jaar in het spectaculaire onderwijsland van nieuwe beleidsnota's, nieuwe ideeën, nieuwe opvattingen en aanmächtige besturen die er achteraan hollen en proberen weer de nieuwe cretologie in hun beleid te vertalen? Prachtige geformuleerde vraag, dankjewel. Ja. We hebben de afgelopen jaren de wet passend onderwijs gehad en die is nog steeds van kracht sinds 1 augustus 2014. En dan zie je in Nederland heel veel verschillende ontwikkelingen. Die verschillende ontwikkelingen hebben voor een deel te maken met geld. De passend onderwijswet is ingevoerd onder andere om te zorgen dat de Rijksoverheid minder geld zou kwijt zijn aan kinderen die naar een speciale school zouden gaan of kinderen met een rugzakje. En dat zijn kinderen die naar een normale school gaan, reguliere basisschool of middelbare school, maar dan extra begeleiding krijgen. En in de regio's waar vrij veel kinderen naar speciale scholen gingen of een rugzakje hadden, daar is eigenlijk geld van afgehaald. En dat betekent in onze regio waar we nu in zitten, in Goorlen en Tilburg, voor het basisonderwijs gaat het om een korting van 34%. Dat is fors. En je ziet natuurlijk ook in het land heel veel verschillen. Dus voor een deel zijn er ook regio's waar geld dus bij komt. We hebben 34% in de plus zitten en wij dus in de min. Dus dit geld van onze regio gaat dus nu naar Rotterdam-Zuid en naar Amsterdam, et cetera. Dus dat is soms een beetje onzalig, maar goed, dat is even wat de Rijksoverheid heeft besloten. En wat je ziet is dat in al die verschillende regio's, dat er verschillende ontwikkelingen zijn als het gaat om de groei van het aantal kinderen die naar een speciale school gaan. Dus je ziet dat zal de regio's zijn zoals de onze waar het groeit, terwijl het zou moeten krimpen. Omdat we dus minder geld hebben, moet je ook extra krimpen met het aantal leerlingen. En toch groeit het. En je ziet regio's waar het toch wel behoorlijk krimpt. En soms omdat het juist extra geld is, waardoor je heel veel geld kunt inzetten in de reguliere school voor extra onderwijsassistenten, voor extra pedagogen, voor kleinere klassen. Ja, dan is het makkelijker om als reguliere school, om die kinderen die anders dan gemiddeld zijn, om die wel naar een reguliere school te laten gaan. Is daar iets over bekend, dat het in sommige regio's juist toeneemt en in andere afneemt? Ik denk dat er weinig onderwerpen zijn waar meer onderzoeksrapporten over zijn verschenen in de Tweede Kamer dan pas onderwijs. Dat is eigenlijk heel vreemd. Nou, het is eigenlijk al raar dat de postcode waar je woont als kind, dat het bepaalt wat voor aanbod er is als het gaat om het onderwijs. Dus als je in onze regio woont, dan hebben we dus minder geld om het reguliere onderwijs, de normale scholen te helpen, om kinderen met autisme of gedragsproblemen, om die naar die school te gaan, dan in Den Haag of Delft of in Rotterdam of Amsterdam. En dat is toch heel gaar. We zitten toch één land en dan zouden alle wetten op elkaar aangepast moeten zijn. Maar wat je ook nog ziet is dat deze kinderen hebben vaak niet alleen speciaal onderwijs nodig, maar ook zorg. En ook dat onderwerp is natuurlijk ook weer verschillend per regio. Dus in sommige regio's is de jeugdzorg, zijn er enorme wachtlijsten. Of kun je bij de geestelijke gezondheidszorg amper aan de slag. Ja, en dan moet je niet gek opkijken dat kinderen die eigenlijk een behandeling nodig hebben, dat die dan vervolgens ook nog in een speciale school terechtkomen. Want zonder die behandeling ga je niet naar een reguliere school, want dat is best wel een zware vraag. Maar u zei net bijvoorbeeld, hier neemt het aantal kinderen op het speciaal onderwijs toe en in de regio Rotterdam neemt het af. Kan het er iets mee te maken hebben dat de basisscholen hier eerder doorverwijzen naar speciaal onderwijs? Ja, voor een deel wel. Omdat in Rotterdam men heel veel extra geld heeft gekregen van verschillende potjes om te zorgen om dat te voorkomen. Dus daar heb je dus kleinere klassen in sommige gebieden. Daar heb je dus beter opgeleide leerkrachten. Dus die meer kennis hebben van autisme of gedragsproblemen of andere zaken meer. En daar heb je meer onderwijsassistenten, meer pedagogen in de klassen zitten. Dus ja, dan is het ook logisch dat je niet zo snel hoeft door te verwijzen. En bij ons is het wel behoorlijk af en toe armoed hoef. U bent nu 3,5 jaar, heb ik begrepen, bestuursvoorzitter. Hoe is het aantal leerlingen gegroeid in die tijd? Ik ben dus afgelopen vrijdag was mijn laatste dag. Dus ik ben inmiddels geen bestuursvoorzitter meer. Bestuursvoorzitter af, klopt. Ja. Het aantal leerlingen op dit moment is 1853 bij bijzonderwijs in totaal. Tilburg en Goorlen dan, hè? Ja, ook kinderen uit Waalwijk, moet ik zeggen. Okay. Dus dat is de regio Midden-Brabant, 1853. En toen ik kwam, zaten we op de 1700, zeg ik aan mijn hoofd. Er zijn relatief kleine aantallen, maar toch wel behoorlijke groei. En het verschil is soms per school heel groot. Dus één school voor speciaal basisonderwijs in de Reesel of in Tilburg. Ja, dan hadden we een begroting en een verwachting van zeg 294 kinderen. Ja, en die school gaat de komende maand doorgroeien tot 400 leerlingen. Dat is veel. Dus dat is op een relatief klein aantal is het een heel erg grote groei. Maar hoe lossen jullie dat bestuurlijk op? Minder budget, meer kinderen, meer complexe gevallen, stel ik mij ook voor.
Handen in het haar, handen in de lucht, brieven schrijven of vermoeid de bestuurshamer neerleggen en zeggen, ja, dit is een onbegonnen klus, laat een ander dit maar doen. Dat laatste nooit. Nee, want het gaat om kinderen. Dus we gaan nooit kinderen in de steek laten en nooit in de kou laten staan. Wat wel gebeurd is de afgelopen jaren, is dat er eerst een financieel systeem is ingevoerd. Dat je als basisschool die verwijst naar speciale scholen een soort boete krijgt. Dat je eigenlijk heel veel moet meebetalen. En daarom is aan het begin van de periode van passend onderwijs in deze regio het aantal kinderen dat doorverwezen werd wel gedaald. Maar op een gegeven moment liep het gewoon de spuigaten uit. En is die stroom van groei is in de afgelopen 2-3 jaar enorm toegenomen. Wat we ook daarnaast zien is dat wij een aantal brieven hebben gestuurd naar de Tweede Kamer en de minister. Van ja, wij moeten meer doen met minder geld. Dat is eigenlijk een beetje onmogelijk. Als je daarnaast ook nog bespaart op de jeugdzorg in deze regio, is het een heel lastige combinatie. Want deze kinderen zijn er niet voor niks. Die hebben echt niet alleen maar zweetvoeten waardoor ze naar speciale scholen willen. Die hebben echt een zware behoefte. En dat moet je ook de reguliere scholen en leerkrachten ook de tijd en ruimte vergeven om dat te ontwikkelen. Nou, wat voor de toekomst het allerbelangrijkste is, is om te voorkomen dat dat onderscheid tussen regulier en speciaal zo hard is. Dat je gaat mengen. Dat je veel meer kinderen een deel naar speciale school laat gaan van de week, een deel naar een reguliere. Of dat je zorgt dat er kennis van het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs gaat. Dat je zorgt dat het regulier onderwijs veel meer speciaal wordt. En dat is iets wat ook bijzonderwijs doet via een expertisecentrum met 60 mensen. De kracht. En dat zijn mensen die dus pedagoog zijn of leerkracht zijn geweest in het speciaal onderwijs. En dan naar het regulier onderwijs gaan om daar leerkrachten te trainen, op te leiden, te coachen, te begeleiden. En op die manier zorgen dat het regulier onderwijs sterker wordt. En dan kun je kinderen op een hele verantwoorde wijze naar een normale school laten gaan die ouders zelf willen. U heeft dus echt heel veel ideeën van hoe het beter zou kunnen, hoe het anders zou moeten. Toch gaat u weg. Ja, ik ga weg omdat er ook. Ik heb alle vertrouwen in dat mijn collega's het ook goed kunnen. Mm-hmm. Dus ik heb niet de illusie dat ik nou de messias ben van bijzonderwijs. Bestuurders zijn sowieso passanten. Maar ik ben wel weggegaan met pijn in het hart. Want ik heb mijn hart verpacht aan het speciaal onderwijs. Ik heb daar de afgelopen jaren met heel veel plezier in gewerkt. En deze kinderen gaan me enorm aan het hart. Maar ja, deze kinderen in deze regio zijn niet de enige. Het hele land loopt vol met kinderen waarbij het allemaal niet vanzelf gaat. En daarom moet ik een overstap maken naar een landelijke organisatie om het daarvoor in te zetten. U gaat naar Jantje Beton. Daar ben ik begonnen. Ja. Ja, u bent al begonnen. Inmiddels. Afgelopen maandag. Ja. Ja. Het heeft natuurlijk ook met kinderen te maken, maar wel heel anders denk ik. Hè? Ja, op een hele informele manier. Op een manier waarop je kinderen kunt leren laten buitenspelen. Maar in essentie is het belangrijkste doelstelling zorgen dat kinderen gelukkig worden. En vooral kinderen in kwetsbare posities. Kinderen in achterstandswijken, kinderen die vluchtelingen zijn geweest. Of kinderen met een beperking, zoals de kinderen van bijzonderwijs. En die kinderen het gevoel geven dat ze ertoe doen. Dat ze zichzelf mogen zijn, dat ze mogen spelen. En dat ze mogen genieten van het leven samen met vriendinnetjes in de eigen omgeving. Weg van een scherm, toe naar het gras. Ja, dat is wel iets wat ik heel erg mooi vind om aan bij te mogen dragen. Ik denk een half jaar geleden hadden we de directeur van Sterkhuis in de uitzending. Leon Smits. Ja, en die gaan sterk inzetten in de samenwerking met het reguliere onderwijs in meer preventiegerichte activiteiten om meer zicht te krijgen op waar problemen eraan zitten te komen. Ik zag dat ook in het rapport van de ex-kinderombudsman, dat die preventie belangrijk is. Kunnen jullie daar ook, ik zeg nog steeds even jullie, als bijzonderwijs daar een rol in spelen? Bij jullie komen ze te laat binnen. Stel ik mij voor in een aantal gevallen dat daar een soort driehoek kan ontstaan van zorg, regulier onderwijs, bijzonder onderwijs. Niet in de confessionele zin, maar in het speciaal onderwijs zin. Om die uitwisseling beter te maken en dat het niet alleen maar gaat over welke budgetten al of niet ontsloten kunnen worden voor bepaalde problemen. Ontschotting heette dat vroeger. Maar ik weet niet hoe het tegenwoordig in het jargon heet. Er zijn mensen die dat nog steeds zo noemen. En ik kan je geruststellen, dat gebeurt al. Dus op dit moment vinden er heel veel pilots plaats. Dat zijn proeftuinen, experimenten. Dus reguliere scholen en speciale scholen. En voor een deel is dat ook in verbinding met jeugdzorgpartners zoals Sterkhuis. Maar ook gehandicaptenzorg en zoals Amarant. Hè, met expertisecentrum autisme dat er is. Het voormalige Leo Kannerhuis. En ook nog met de Amarant groep als het gaat om gehandicaptenzorg. Wat meer de harde kant. En ook de geestelijke gezondheidszorg van GGZ Breedburg is er ook bij betrokken.
Wat je ziet is dat verschillende reguliere scholen zijn dus met name basisscholen bezig met de speciale scholen van bijzonder onderwijs. Om te experimenteren hoe we nou met elkaar kunnen samenwerken en ook eerder kunnen samenwerken. Zodat je kinderen inderdaad eerder in het vizier hebt en eerder kunt ondersteunen. Maar dat kan niet alleen met het onderwijs op zichzelf. Dan moet je dus ook die partners erbij pakken vanuit de zorg. En bijzonder onderwijs is een hele betrouwbare partner gebleken en andersom ook van Sterk Huis. En dat gebeurt al jaren. We wonen ook hier in Goorlen bij de Keizer. Scholige mensen op de Keizer, Dr. Keizerlaan. En dat is iets wat heel mooi is. Maar ook iets moois wat je moet delen met het regulier onderwijs. Omdat daar zeg maar, de samenwerking tussen speciaal onderwijs en zorg zo normaal is. Dat zou je moeten gaan uitdragen richting de hele regio. En de basis staat er al. Er vinden al experimenten plaats. De samenwerking met de driehoek die is zeker opgestart. En dat gaat de komende jaren alleen maar meer worden. Gaat dat snel genoeg, vraag ik me altijd af. Nooit. Ik zeg dan van, zo moeilijk lijkt me het niet te verzinnen. Ik loop een beetje langs en ik denk, nou, ik zou meer samenwerken. Dus daar moeten jullie ongetwijfeld ook al jaren over gedacht hebben. Wat je dan denkt vanuit het perspectief van de kinderen waar we het over hebben. Is dan het overheersende gevoel gemiste kansen? Of eindelijk is er nu een opening en het gaat gewoon de goede kant op. En die motor loopt en ik hoef niet meer te brommen. Nou, het is een opnieuw een mooi geformuleerde vraag. Wat je ziet is dat samenwerking betekent dat je een deel van je autonomie afstaat. Ja. Dat je een deel iets niet meer doet. En dan wordt het een beetje spannend. En het tweede waar het spannend wordt is het geld. En we hebben gezien dat de samenwerking tussen bijzonderwijs en de zorg heel intensief was. Totdat in één keer de gemeentes verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg. En toen ze vervolgens ook 30% gingen korten op het budget van onder andere Sterk Huis. En dan moet Sterk Huis andere keuzes maken. Heeft ze zich teruggetrokken van sommige scholen van ons. En is er geen samenwerking meer. En dat betekent dus dat je, wat je nodig hebt, is dus stabiliteit in de financiering. En dat betekent tegenwoordig dus met de gemeente Goorlen en ook met de gemeente Tilburg en andere partners. Want als je iets aan het opbouwen bent, je hebt een mooie samenwerking, maar er is geen geld meer. Dan is het, we doen geen vrijwilligerswerk. Dan is het heel lastig. Maar is dan de bestuurlijke reactie een enigszins boze brief? Of een redelijke mate van beheerste of onbeheerste woede om te zeggen dit is toch te gek voor woorden, want wat we nu afbreken afgelopen 3-4 jaar moeten we de komende 3-4 jaar eerst weer gaan herstellen om terug te komen op het niveau waar we al waren. Nou, ik ben heel erg blij met deze regio, want de gemeenten zijn heel welwillend. Dus die erkennen ook dat ze misschien soms de harde keuze hebben gemaakt ten koste van de jeugdzorg en ten koste van de kinderen. En die willen juist de komende jaren ook op een goede manier de verbinding maken tussen onderwijs en zorg. Dus de gemeente Goorlen en de gemeente Tilburg waren twee van mijn favoriete gemeentes om mee samen te werken. Niet alle gemeentes in de regio Ras van Brabant zeg ik hetzelfde over, kan ik erbij zeggen. Dan denk ik, straks hoorde ik Waalwijk, nu hoor ik Waalwijk niet. Dat zou zomaar kunnen. ik ontken niks. Maar in elk geval gemeente Goorlen en gemeente Tilburg, dat zijn hele betrouwbare gemeentes. Waarbij ze ook vanaf het begin af aan zeggen van, sinds de afgelopen jaren hebben geleerd van de jaren daarvoor. Wij steunen graag die verbinding tussen jullie twee. Tussen zorg en onderwijs. En ik zie ook de komende maanden ook nog, heb je alle schoolbesturen zijn met elkaar verenigd. In een samenwerksverband heet dat. En die gaan ook met de gemeente praten om de plannen voor volgend schooljaar 2019-2020 vast te stellen. Over verbinding past onderwijs en jeugdzorg. En dan zie ik ook, denk ik, met veel vertrouwen tegemoet dat de gemeente ook die plannen gaat steunen. En dat ze samen met elkaar zeggen, nou, dit is de goede kant op voor verbinding tussen onderwijs en zorg. Ja, af en toe denk ik wel, het klinkt enigszins zuchtend van beleidsnota's, programma's, meerjaren afspraken. Dus ik sta nu, ik sta gelukkig niet voor de klas, gelukkig zeg ik erbij vanwege al dit soort zorgen. Je staat voor de klas en je wordt geconfronteerd de afgelopen 8 jaar met een behoorlijke golfbeweging. En bestuur dat uitspreekt dat er weer een nieuwe golf aankomt, maar nu gaat die de hoogte in. Dus als ik dan kijk richting de medewerkers van een organisatie, hoe hebben die dat eigenlijk ervaren? Dat je toch de redelijke overtuiging hebt dat je de goede kant bezig bent. En dan blijken de budgetten, kortingen, decentralisaties, nieuwe bestuurders, nieuwe inzichten, nieuwe prioriteiten. Hoe vermoeiend is dat als je werkt voor bijzonderwijs of überhaupt in dit soort organisaties?
De collega's van Bijzonderwijs die zijn waanzinnig betrokken, enorm gepassioneerd en hebben een fantastisch groot hart voor onze kinderen. Maar die hebben het afgelopen jaren enorm zwaar gehad. Ik moest ook soms bezuinigen. En ik heb ook zelfs collega's gevraagd de organisatie te verlaten. Ik heb het verlengde daarvan klassen moeten vergroten met meer kinderen, met een hele zware vraag in de klas dan voorheen. En dat zorgt er ook voor meer ziekteverzuim. En dat zorgt er ook voor collega's die een burn-out hebben gekampt. En op sommige scholen van Bijzonderwijs is het ziekteverzuimpercentage structureel 10%. Dat is hoog. Dat is echt extreem hoog. Het onderwijs is sowieso koploper. Nou, bij de gemeente ligt het hoger hoor. Nou, het onderwijs is wel... 10% is wel echt hoog. Ja, dat is echt heel hoog. Nee, maar dat is net het probleem waar ik het over wil hebben. Ja, en het onderwijs is koploper burn-outs. En dat komt natuurlijk vanwege ook alles wat wij als schoolbestuurders op hen afwerpen. En tegelijkertijd, wat ook nog erbij komt, is natuurlijk de vraag vanuit de samenleving die erbij komt. Je kreeg met een leerling kreeg je ook nog twee ouders erbij. Dat is een mooi cadeautje, hè? Twee van die mensen gratis erbij. Alleen, die hebben ook af en toe wensen. En het zijn niet altijd wensen die heel positief geformuleerd zijn. Het is niet altijd even constructief, het is niet altijd even gezellig. Het is niet zo dat we na elk schooljaar een mooie kaart voor de juf krijgen met een mooi taartje erbij, zoals vroeger was. Nee, het is toch vaker dat sommige ouders zich wat gedragen als kritische onderwijsconsument. En volgens soms wel boos doen als een kind niet helemaal zich ontwikkelt zoals ze zouden willen dat hij zich zou ontwikkelen. Maar ja, wij zijn het onderwijs is niet zaligmakend. Dus we proberen iets te doen, maar we zijn niet altijd overal succesvol in. En dan is het nog meer spanning voor een leerkracht. Nou, ik moest even denken aan een dochter van 7 weken. Van hoe gaat die opgevoed worden en hoe gaan die ouders daar later mee om? Maar de andere kant van de medaille. Ja. Nou, ons land heeft echt een behoorlijke injectie nodig. Structureel in menswaardig onderwijs. En dat kan alleen door kleinere klassen te realiseren. En meer er moet meer geld bij. En wij overbelasten onze leerkrachten. En mede daardoor is er zo weinig aanbod van leerkrachten op de arbeidsmarkt. Want niemand wil die opleiding meer doen. Er zijn steeds minder mensen. En dat is echt een probleem. En als je geen aanbod van leerkrachten hebt en als al die leerkrachten ziek zijn, die 10%, dan worden die klassen opnieuw opgedeeld en dan worden ze weer nog groter gemaakt en dan wordt het probleem alleen maar groter. Dus we hebben veel meer leerkrachten nodig, sowieso op dit moment, maar eigenlijk ook om te organiseren dat het veel kleinschaliger en menselijker wordt. En dat komt de kinderen ten goede, maar dat komt ook de collega's ten goede. Maar de laatste maanden lees ik onderwijzend personeel dat gaat staken, dat naar Den Haag trekt. Dat het zat is, dat het gehad heeft. Bestuurders die gaan zeggen, wij krijgen roosters niet meer rond, wij sturen kinderen naar huis. Dat is hopelijk bij jullie niet aan de orde in de zin van, dat kan echt niet. Dat is wel reëel hoor. Ja, ik begreep wel dat ziekteverzuim niet ingevuld kon worden. Ja. Ook bijvoorbeeld hier in Goorland. Dat klopt. Ja, dat is gewoon heel reëel. Dus dat probleem, dat zeg ik, want dat is natuurlijk geen probleem van 2019. 10 jaar geleden zijn er al alle mogelijke studies verschenen om aan te geven dat een behoorlijke groep leerkrachten het onderwijs zou gaan verlaten en vervangen zou moeten worden door jongeren waar grote knelpunten zouden gaan ontstaan. Nu zijn die knelpunten er. En nu vraag ik mij af, is dat nog bestuurlijk inderdaad te doen? In de zin van 10% meer personeel zou een hele hoop helpen. Zijn die te vinden? Die zijn niet te vinden op korte termijn. Wat we wel zien is dat een aantal zijstroomtrajecten goed loopt. En dat betekent dat collega's of mensen uit de kinderopvang, uit de zorg worden gehaald om om te scholen richting leerkracht. Maar wat je eigenlijk terecht zegt, impliciet, regeren is vooruitzien. Ja. 10 jaar geleden hadden er keuzes moeten worden gemaakt, met name door de Rijksoverheid, samen met de koepels voor alle schoolbesturen, om te investeren in het aantrekkelijker maken van dit beroep, dit prachtige beroep van leraar. In het aantrekkelijker maken van salarissen, maar ook door de werklast te verminderen. En had je nu de vruchten kunnen plukken. En wat we gezien hebben in de afgelopen 10 jaar of langer eigenlijk, is dat af en toe een projectje is opgestart vanuit het Rijksoverheid, het ministerie van OCW. En dat heeft veel te weinig opgeleverd. Ik ben er heel kritisch op. Als je kijkt naar de rol die de Rijksoverheid heeft gehad de afgelopen jaar, dan heeft ze eigenlijk ook gezegd, wij gaan het regisseren. We gaan het lerarentekort dat er aankomt, gaan wij aanpakken door een aantal keuzes te maken. Die keuzes zijn nauwelijks gemaakt en te weinig gefinancierd. En nu het zover is, zeggen ze, de keuzes moeten worden gemaakt nu door de schoolbesturen en door de regio's. En af en toe wat subsidie en dan moet je even wat bekijken. We hebben nu afgelopen jaar wat extra geld gekregen voor wat salaris en dergelijke. Maar het zijn doekjes tegen het bloeden. Dat is onvoldoende. Er is onvoldoende visie in Den Haag om echt te investeren in goed onderwijs, wat de toekomst is van onze samenleving.
Het hele gekke is, in Den Haag gaat alles over koopkracht en over de economische groei van Nederland. Maar die groei bestaat natuurlijk bij de gratie van goed onderwijs. Want als je geen goed opgeleide burgers hebt, kun je nooit een innovatieve economie draaiende houden. Dan hebben we zo meteen echt een heel laag niveau opleiding van iedereen. En hebben we de diensteconomie, die hebben we niet meer. Dus we moeten aan de voorkant vanuit visie investeren in het primair onderwijs, het basisonderwijs. Daar begint het mee. En dat doe je niet eventjes, dat doe je voor lange termijn. En dat doe je niet met weinig geld, dat doe je met flink wat geld. En ja, dat gaat dan ten koste van andere potjes. Maar ja, als kinderen een goed onderwijs krijgen, ja, dan weet ik niet wat er nog onze toekomst is. En blijf je daar ook voor bezighouden of inzetten bij de lokale politiek? Of? Nou, ik probeer me altijd te roeren. Ik ben lid van een politieke partij. En binnen het CDA in elk geval probeer ik me ook een mondje erover te roeren. Mm-hmm. En ik zal me komende jaren ook niet stilhouden als het gaat om wat nodig is voor kinderen en ontwikkeling. Mooi. Maar wat voor kinderen nodig is meer dan alleen maar onderwijs. Want onderwijs is natuurlijk een deel van het verhaal. Maar het gaat om meer. In je leven ga je ook naar een sportclub. Je bent thuis. Je bent lekker buiten aan het spelen. Het is het hele plaatje natuurlijk. Ja, het hele plaatje. En ik denk dat we, als we het kind echt centraal stellen voor de toekomst van ons land, dan is er meer nodig dan alleen maar onderwijs. Maar ik zal me het komende jaar zeker ook mond open blijven trekken wat voor kinderen goed is. Mooi. Ja, mooi om te horen. Maar we moeten helaas een beetje gaan afronden, Gerard Sagoni. Maar dat is de ellende altijd weer. Wij kunnen niks anders doen dan onze gasten, Dave Ensberg en Michiel van der Plas. Dank en vooral Michiel moet ik toch bij zich uit Zeist gekomen. En dat is heden ten dagen met al die files een klus van je welste. Ik maar heb het graag gedaan, Michiel. Maar we zijn jou dankbaar, maar we blijven ook graag op de hoogte van het vervolgtraject. En Jantje Beton is natuurlijk ook in Goorlen actief, volgens mij. Dus daar willen we ook graag meer van weten. Ja, jij wil nog iets. Nou ja, de luisteraars van Goorlen zijn natuurlijk waanzinnig betrokken bij onze samenleving. En als ze betrokken willen zijn bij kinderen, dan kunnen ze ook altijd een donatie geven aan Jantje Beton. En we gaan dat geld op een goede manier besteden. Dat hadden we al verwacht. Zie je onze website. Dank u wel.